eindelijk een 2-0 overwinning tegen Zuid-Afrika. Verdedigend stonden ze redelijk sterk, maar uiteindelijk vinden jullie toch dat gaatje. Ja, eigenlijk hebben we best wel veel kansen gecreëerd, maar we benutten ze niet. Dus het is bij 2-0 gebleven. Het is wel een mooie afsluiter waarschijnlijk van de week. Twee keer gewonnen, 1-0, 2-0. Inderdaad, twee keer gewonnen en voor velen is dit de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja. Zeker voor de Nederlandse competitie en de Duitse competitie en de andere die lopen nog door. Ja. Maar voor mij was dit inderdaad ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Verdedigend hebben jullie helemaal niks weggegeven vandaag. Dat zat perfect in elkaar. Ja, alleen corners in principe. Ja. Maar verdedigend stond het goed en dat is altijd lekker. Hoe belangrijk was dit voor jou? Je hebt uiteindelijk met Ajax een minder seizoenseinde meegemaakt. Ja. Met die competitie en die beker. Hoe belangrijk is dat dan om nu met Oranje samen te zijn? Als je zaterdag verliest met de beker, dan verzamelden wij hier maandag al. Dus dat was al een heel kort dag. En dan moet je wel even je hoofd leeg maken. Want er staan gewoon weer twee belangrijke wedstrijden met het Nederlands elftal op de planning. En het is heel lekker om die eventjes alle twee te winnen. Ja, oké. Okay. Laatste vraag. Ja, nu is het voor jou dan rustig op vakantie, de batterijen terug opladen, voorbereiden naar volgend seizoen. Ja. En naar volgend seizoen denk ik dat Ajax echt wel die worp gaat doen naar de titel. Ja, tuurlijk. Dat gaan we zeker doen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.